Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. De vorige aflevering was ik er niet, had ik natuurlijk wel eventjes opgenomen van tevoren, maar heb ik geen tussenstand kunnen geven, dat kunnen we nu wel. Dus we gaan eerst even kijken wat er is gebeurd in speelronde 31 van de Eredivisie. Eerst begonnen we met de Toto KNVB beker, kabooming. Dat werd 1-1. Uiteindelijk heeft PSV natuurlijk de KNVB beker gewonnen. In speelronde 31 van de Eredivisie won RKC met 4-1 van Volendam. Sparta tegen PSV werd 0-1. Cambuur FC Utrecht 0-3. NEC verloor met 2-3 van Heerenveen om de strijd voor een plaats in de Europa League playoffs. Of in ieder geval playoffs voor Europees voetbal. Ajax AZ werd 0-0. De strijd voor plaats 3. FC Emmen, FC Twente werd 0-3. Excelsior tegen Feyenoord werd 0-2. Het werd gelijkspel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. En Fortuna Vitesse werd 2-0. Dan hadden we de Europa League wedstrijd. West Ham United tegen AZ, dat werd 2-1. Het was trouwens de Conference League wedstrijd, ik zei het verkeerd. De volgende wedstrijd is aanstaande donderdag, dus het wordt super spannend. En in speelronde 32 van de Eredivisie werd FC Twente tegen NEC 4-0. Volendam tegen Sparta werd 2-1. Heerenveen speelde 0-0 gelijk tegen Excelsior. FC Utrecht moest tegen RKC, dat werd 2-0. Vitesse Cambuur werd ook 2-0. FC Groningen verloor met 2-3 van Ajax. Die wedstrijd werd vandaag gespeeld vanwege gedoe. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles werd 3-0. AZ won met 5-1 van FC Emmen. En PSV Fortuna Sittard werd 2-1. Dan hebben we hier de ranglijst. Feyenoord is kampioen geworden. Gefeliciteerd aan alle Feyenoord fans. Dat hebben ze goed gedaan. Het is nu 79 punten en dat is niet meer in te halen. PSV staat tweede met 71 punten. Dan komt Ajax op de derde plek met 66 punten. AZ staat vierde met 64 punten. Dan komt FC Twente met 58 punten. Sparta staat zesde met 53 punten. Dan komt FC Utrecht met 51 punten. Heerenveen op de achtste plek met 42 punten. Dan komt RKC met 41 punten. NEC op de tiende plek met 38 punten. Go Ahead Eagles staat elfde met 37 punten. Fortuna twaalfde met 35 punten. Allemaal heel erg dicht bij elkaar. Vitesse 13e met 34 punten. Dan komt Volendam met 33 punten. Op de 15e plaats Excelsior met 29 punten. Dan komt FC Emmen met 28 punten. Gedegradeerd is FC Groningen met 18 punten op de 17e plek. Dat heb ik nog nooit meegemaakt dat Groningen niet in de Eredivisie speelde. En Cambuur is helaas, ondanks dat ze een nieuw stadion krijgen volgend seizoen, gedegradeerd. En die staan onderaan met 16 punten. Dan hebben we de voorspellers top 8. Dat wordt steeds spannender, want de stand komt steeds dichter bij mij. We staan nu nog op 4 punten verschil. Ik sta zelf bovenaan met 259 punten. Dan komt Stan met 255 punten. Jurgen op de derde plek met 252 punten. Dan komt Thomas met 247 punten. Joey staat vijfde met 246 punten. Ook Games staat op 246 punten. Dus dit zesje moet er weg, want die staat ook vijfde. Sven staat zevende met 241 punten. En dan komt op de achtste plaats Mikey met 237 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. Weekwinnaar van vorige aflevering was Stan. Die had het heel goed gedaan, die speelronde. En deze week is dat Rins. Als hij vanaf het begin mee had gedaan, had hij echt voor de koppositie gestreden. Maar helaas is het een hele tijd tussenuit geweest. Dan gaan we de terugwedstrijd tussen AZ en West Ham United voorspellen in de Conference League. En voor de Eredivisie gaan we voorspellen Ajax tegen FC Utrecht. Excelsior Fortuna Sittard, FC Emmen tegen Feyenoord, Go Ahead Eagles tegen FC Volendam, NEC ontvangt AZ, PSV thuis tegen Heerenveen, RKC moet tegen FC Twente, Sparta ontvangt Cambuur en FC Groningen moet uit naar Vitesse. Doe het alsjeblieft op deze volgorde, dat scheelt mij zoveel werk, want al die wedstrijden worden tegelijk gespeeld namelijk, dus alsjeblieft op deze volgorde, dat zou mij in ieder geval heel erg helpen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje hoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.